Vanavond zijn we bij de Unpacking the Three Package Deal avond presentatie, waar de kunstenaars van de vierde lichting Three Package Deal zich presenteren na een jaar lang ontwikkelen. De Three Package Deal is een heel mooi programma waarbij 15 kunstenaars die geselecteerd zijn door 46 topinstellingen uit de stad, onze stad, Amsterdam, een jaar lang gewerkt hebben in een atelier van bureau Broedplaatsen met een geldbedrag van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. The most unique thing about the three package deal is the interdisciplinarity of the artists, their collaborators and the artworks coming from theater, music and fine arts and other sciences as well. They gather in one night, one place and one project. This is really unique. Wij maken fysiek en beeldend werk waarin we zin en zinloosheid van het leven proberen te vatten en te laten zien. En daar troost in proberen te vinden. Veel inspiratie halen we uit de concurrerende energie die wij als spelers op de vloer ervaren en aan de tafel ook. En uit het mythe van Sisyphus. The last year was full of research. Thanks to AFCA, I had lots of meeting with the new collaborators and also, how to say, the time to look into the topic. It's the power relationship between this dominant power and submissive power, and so to take time was really good for me. Ik heb het gevoel dat we heel erg gegroeid zijn. Dat we ook wel gegrond zijn in Amsterdam. Dat we een basis hebben kunnen vormen om door te gaan. En dat we eigenlijk een soort van stiekem heel veel mensen om ons heen hebben verzameld. Nou, de invloed van de stad is, behalve dan de mensen, dat het ook direct inspiratie geeft. We zitten in Nieuw-West. Dat is een soort van rare mix tussen autochtone Amsterdammers en heel veel andere culturen. En dat is zo uniek in bouwstijl, in mensen, in kleding, dat het inspirerend is voor de collecties en voor dingen die wij doen.